jongens zijn in de rozenboom. Ben jij een beetje muzikaal? Nou, kom je? Ik heb echt maar anderhalf uur, we moeten ontzettend veel doen. Ja, ik denk echt dat jij veel geld voor de stichting binnen kunt halen. Wil je er even over nadenken? Ja. Weet je, ik ben ontzettend bang dat het te saai wordt. Mensen kunnen alleen maar een stembriefje invullen, maar dat is alles. Moeten we er niet eens bij bedenken? Ah, nee, nee, nog niet. Maar ja, hij moest natuurlijk eerst ontslag nemen voordat hij bij jou aan de slag kan. Ja, misschien kunnen we iets verzinnen waardoor ze wat actiever gaan stemmen. Hè? En dat we dat ook kunnen koppelen aan de winst. Winst? Opbrengst, zul je bedoelen? Juist, ja. Beroepsdeformatie, excuses. Ja, denk je echt dat je hier de grote klappen mee gaat maken? Songfestival onder derde rangs artiesten. Het gaat om het communitygevoel, daar komen mensen op af. Op lokaal niveau, ja, natuurlijk. Maar jullie willen toch dat die stichting landelijk bekend wordt? Als deze kick-off succesvol is, dan gebruiken we die PR om verdere bekendheid te genereren. Nou, laten we dan maar hopen dat het inderdaad groot succes wordt. Kom, we laten ze aan het werk. Ja. Zullen wij ook een nummer doen? Nou, dat lijkt me een goed idee, zeg. Ja, serieus. Wij als organisatoren. Ik kan niet zingen. Nou ja, dat is dan jammer voor jou, maar ik weet dat dat niet waar is, hè? Zullen wij ons beperken tot de organisatie? Dat lijkt me veel beter. Hé, hey, weet je nog? Niet doen, hè? I got chills. Ja, ik weet het nog heel goed, ja? Ben je klaar? And I'm losing control. Dit niet willen zien. Maarten probeerde mij over te halen om samen op te treden bij Meeste Stemmen Gelden. Ja, we hebben dit ooit in een schoolmusical gedaan. Oh, dus jullie waren herinneringen aan het ophalen? Ja, toen is zo raar. Ja, raar, dat is precies het goede woord dat ik daar net zag. Is best raar. Ja, we werden gewoon meegenomen door het nummer, dat ken je vast wel. Nou, ik ga zo meteen naar boven toe, ik kom straks nog wel even terug. Hé, wat denk je? Ik met een vetkuif, jij met een leren broek. Wij bijten samen het spits af. Wat? Sorry, maar ik moet het vragen. Heb ik jou misschien onbedoeld op bepaalde ideeën gebracht? Nee, joh. Dat is... Ik vind het leuk om je te zien, maar hoe zeg ik dit dan weer zonder jou te beledigen? Ik ben ook geen 16 meer en op die manier ben ik iemand geïnteresseerd. Forget it. Oké, nou, dat is heel goed, want ik ken jouw enthousiasme wel, maar mijn familie niet. En het zou kunnen zijn dat ze... rare ideeën krijgen, dat wil ik niet. Oké. Goed. Nou, dan beperken we ons tot de organisatie. Lijkt me ook echt een stuk beter. Dus geen nummer, geen showballet. Als jij er een probleem mee hebt, dan doen we het niet. Beter. Ja, maar haar. Dag, schatten. Nee. Ben je vrolijk? Ja, mijn dochter heeft me niet teleurgesteld. Die Mike is echt een aanwinst. Hoe is het met de talentenjacht? Nou, dat was heel gezellig. Ze hebben een liefdesduet gezongen en gedanst. Nou, we hebben gewoon een beetje lol gehad. Ja, lol, ja. En zwoele blikken. Ach, dat is totaal niet waar. Nou, mam, voor jou was het misschien onschuldig, maar voor hem zeker niet. Hè? Dus die stichting is wel degelijk een omweg om Janine te kunnen schaken. Heel erg opzichtig. Als het je gerust stelt, we gaan dus niet optreden, ja? Nou begrijp ik eindelijk waarom jullie zo knullig te werk gaan. Als hij je straks heeft, is die stichting toch niet meer nodig. We gaan helemaal niet knullig te werk. Waar is Nina? Die komt eraan. Ik zie jullie straks bij het eten. Ik moet nog even wat zaken doen. Wat ben je toch ontzettend flauw? Ja, echt. Ja, mam, ik heb net mijn haar gedaan. Jammer voor je.